Maar uh, de gehaastheid om, om, om in december 2022 dat te doen, terwijl volgend jaar een herdenkingsmoment is uh, om dat uh, te kunnen doen, dan zou je er logischerwijs van uitgaan dat je dat doet in het jaar waarop de herdenking uh, plaatsvindt. Dus voor ons is het natuurlijk. Volstrekt onduidelijk uh, nog waarom voor 19 december ja. is gekozen. Maar, maar als het blijft staan, hoe, hoe, hoe gaan we daarmee om dan? Nou, dus daar zijn we met elkaar nu in in uh, overleg. Uh, we gaan uh, denk ik zaterdag uh, hebben wij een, een bespreking om uh, toch wel de laatste ontwikkelingen te uh, bespreken. En het lijkt me dan uh, goed dat we met een standpunt uh, komen. Uh, het is een zeer delicate zaak waar uh, niet alleen ik uh, of te, de leden van het comité uh, daarover uh, beslissen. Maar we hebben een veel breder dialoog nodig om te komen tot een, een, een standpunt. Ja, want als een, als een buitenlandse regering, of als waarvan van een de bevriende natie, een minister stuurt, dan moet die ontvangen worden door jouw regering. Ja, precies. Dus dat is dat stukje dat we. Dat we er, zijn, er zijn een paar dingen die heel. Uh, opmerkelijk zijn. Uh, die brief van de minister van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer hebben we gelezen en daarin staat uh, dat um, er met Surinaamse autoriteiten is uh, gesproken. Dus daarom hadden we ook geschreven naar de president voor een uh, gesprek, omdat we uh, aannemen dat meneer Weerwind niet in een, uh, een bus Sanderij-Paramaribo zal stappen, dus uh, als de regering het fijne ervan weet, dan zou het denk ik in het belang van de rust onder de Afro-Surinaamse gemeenschap wijselijk van de president zijn om daarop uh, in te gaan en ons nader te informeren, ja. zodat we die informatie ook kunnen delen.